Hallo, gisteren hadden we mug getekend en vandaag is de internationale bijendag. Dus, de honingbijdag. Ja, vandaar ook mijn gele baret vandaag. Als ik er een netje overheen hang, dan is het een beetje zo'n imkerhoed, hè? Lijkt het ook wel een beetje. Dit is ook wel een aparte baret, die ik heb, die gele. Maar goed, laten we een honingbij gaan tekenen. Doe je mee? Ja, volgens mij hebben we de bij alles getekend. We gaan het gewoon nog een keer doen, de bij. Oog van de bij. En dan zo. Dan heeft hij hier zo'n kaak zo. Twee voelsprieten. Zo. En dan een beetje pluizige kop. En een pluizig middenlijf. Zo, en uit dat middenlijf komen de vleugels. Zo. De vleugels. En dan heeft hij natuurlijk nog een achterlijf gestreept. Niet zoals bij een wesp, maar meer bruin, bruin-zwart gestreept. Achterlijf. Dan heeft hij de poten nog. Ook natuurlijk zo. En nog een poot. En lange achterpoten. En er zit dan ook vaak hier het stuifmeel op. Zo. Nou, dan hebben we een hele mooie bij. We kennen natuurlijk ook nog een hele bekende bij. Laten we die er maar even bij tekenen. Ik weet niet of je haar herkent. Of hem. Ik weet eigenlijk niet of het een hem of een haar is. Ja, wij zijn werksters, hè? Dus dat zijn allemaal zij. Ah ja, erbij. Perfect. We kunnen nog een bijkorf tekenen. Hoe ziet een bijkorf eruit? Zo, hier de ingang van de bijkorf. Je kan hier eventueel nog zo wat schaduw aangeven. Zie je, dan krijgt hij iets meer diepte. En dan hebben we een bijenkorf getekend. Honingraten. Hè, waar de honing in wordt gemaakt. Die zien er zo uit. Zes kanten. En die cellen liggen zeg maar tegen elkaar aan. Zo. Het is nog niet zo heel eenvoudig. Je gaat nogal gauw fout als je niet uitkijkt. En ja, zouden een beetje rond moeten zijn. Dus hier worden ze al langwerpig. Maar goed, ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met iets met bijen. Kan ook natuurlijk nog een potje honing zijn. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.